Op verschillende plaatsen van de Veluwe en in de buurt van Steenwijkerwold wordt op het ogenblik koortsachtig gewerkt aan de bouw van 4 kazernecomplexen bestemd voor het Nederlandse leger. Honderden arbeiders zijn hier sinds de nazomer van dit jaar bezig. Enorme hoeveelheden grond zijn er reeds verzet, maar het eind is nog niet in zicht. Van sommige gebouwen staat het skelet al overeind. In Oldebroek is dat geheel van staal. In Steenwijkerwold en Nunspeet van gewapend beton. En in Ermelo wordt het samengesteld uit tevoren gereed gemaakte onderdelen van beton. Van elk kazernement zijn 8 logiesgebouwen in uitvoering. Elk plaats biedend aan 400 soldaten. Verder komen er keukens, eetzalen, kantines, voorraadmagazijnen. Enfin, alles wat er bij zo'n complex behoort. Het werk dat door een combinatie van aannemers wordt uitgevoerd, staat onder leiding van het Centraal Bouwbureau van de Genie. Volgens de plannen moeten op 1 februari 1952 12.000 man in de nieuwe kazernes hun intrek kunnen nemen. En dat betekent dat er in de korte tijd die nog rest hard gewerkt zal moeten worden.